gemerkt dat mijn vriendin een beetje druk is. In haar hoofd en ook in haar leven. Ze heeft een kledinglijn en ze speelt in een film en ze heeft allemaal geheime projecten. Ze heeft een beetje stress. Ik ben helemaal back off na deze week. Je bent helemaal klaar mee. Ja. Dus, we gaan vandaag iets doen waarvan ik bijna zeker ga weten dat Nina het fantastisch gaat vinden. Namelijk, als er iets is waar zij van houdt, dan is het wel massages, sauna, manicure, pedicures, gezichtsbehandelingen, weet ik het allemaal. En daarom heb ik ervoor gezorgd dat ik samen met mijn vrienden van Garnier ons huis ga ombouwen tot spa. Voor één dag. Let's do it. Was een smerig knipoogje. Zeker. Wat ik niet moet vergeten, Nina en ik hebben camera's in huis. Het is niet de bedoeling dat Nina even denkt... Oh joh, kijk even op de camera's, misschien is er wel wat gaande. Dat ze dan ineens ziet dat er een hele jacuzzi in de tuin staat. Dus gaan we even... Zo, verbinden mislukt. Top! Ik ben een aantal keren in mijn leven in de sauna geweest, in de spa geweest, in de wellness. Op de plekken waar je helemaal tot rust komt. En we moeten ervoor zorgen dat dezelfde faciliteiten, alles wat een spa maakt, ook in dit huis terechtkomt. Als er iets is wat ik veel voorbij zie komen, dan zijn het wel jacuzzi's. Kijk, je zoekt op spa, jacuzzi. Als eerste. Ik wil een jacuzzi, dat is het belangrijk. Jacuzzi huren. Een jacuzzihuren.nl. Joh, dit ziet er perfect uit, joh. Hier, joh, kost geen drol. Misschien 60 euro. 60 euro. Dit kan ik sowieso fixen. Dit ga ik gewoon doen. Hier, reserveer die shit. Oké, de jacuzzi is gearriveerd. Ik krijg gelukkig vandaag een beetje hulp van mijn liefdallige assistent Martine. Hallo. Dit klinkt goed. Nina appt mij nu letterlijk dat ze fucking gaar is. En dat ze eigenlijk gewoon op de bank wil liggen. Hoe goede timing wil je hebben, joh? Ik bedoel maar. Klopt. Ja. We hebben fucking bubbels, papi. Stel je voor, je komt na een harde werkdag thuis. En je huis is omgetoverd tot spa. Dat is waar we voor gaan. Al die zorgen moet je eruit zweten. Je kan vast ergens een sauna huren. Sauna huren. Voor thuis. Met Corrie Koets hier, hopelijk sauna verhuur. Hallo, ik wil graag een sauna huren. Zo. Ik ga mijn hele huis omtoveren tot spa en daar kan natuurlijk sauna niet ontbreken. Nee, dat kan nooit zo ontbreken. Dan wil ik er graag één. Komt u hem op de fiets dan brengen? Of? Ja, dat is mogelijk. En als ik nou niet zweet, krijg ik dan mijn geld terug? Nee, dat doen we niet aan. Ik weet zeker dat u gaat zweten. Oké. Okay. Sauna in de pocket. De sauna is gearriveerd. Deze staat gewoon recht voor ons huis. Zo. Kijk. Dit is gewoon een sauna. Corrie heeft hem gebracht. Ja. Dankjewel, Corrie. Geen dank. Tot 100 graden opstoken, anders krijgen we een spontane zelfontbranding. Nou, dan gaan we lekker zweten vanavond. Dat weet ik wel zeker. Dat doe ik nou al. In een spa heb je natuurlijk ook behandelingen. Lekker je lichaampie, je voeten, je handen. En dat heeft een naam, namelijk pedicure of manicure. Ik ben niet helemaal thuis in die wereld, maar je moet vast hier. Manicure aan huis. Ik wil gewoon dat hier mensen komen die, als je je handjes even wil laten doen of je voetjes, dat het dan gewoon kan. Nagelstudio Amsterdam aan huis. Let's go, papi! Vitrina, goedemiddag. Hallo, ik wil graag een manicure / pedicure kunnen aanbieden aan mijn vriendin. Dat klinkt goed. En jullie nemen allemaal alle spullen zelf mee en zo? Wij nemen alles mee, we hebben koffers vol en laat maar gewoon weten wat je precies nodig hebt. Top, ik heb niet de allermooiste voeten. Is dat erg? Nee hoor, we zijn al met 30 jaar wel wat gewend hoor. Oké. Okay. Dit is wel wat je wilt. Nagelstudio Amsterdam aan huis. Let's get it, man. Wat mist er dan nog? Massages. En als we echt hard gewerkt hebben en er echt aan toe zijn, dan bellen we iemand op. Hij heet Claudia. Mag ik dan bij jou? En zij masseert bij je thuis. Staat gewoon op mijn telefoon. Goedemiddag, masseur aan de deur met Claudia. Hey Claudia, ik spreek met Kelvin. Hey Kelvin. Ik wil graag een massage. Gaan we regelen. Naast alle praktische benodigdheden voor een spa, moet je natuurlijk ook een beetje het gevoel van een spa krijgen. Weet je wel? Beetje chille vibes, niet te veel licht, kaarsjes, muziekje. Gewoon die chille vibe. Dus ik heb allemaal kaarsjes gekocht en die gaan we eventjes positioneren. Kom erin. Heer. Ik ben super blij dat jullie er zijn. Graag gedaan. Dit zijn de dames van de manicure en de pedicure. En dit is de masseuse. We zijn bijna compleet. Er is nog iemand langsgekomen die ons ergens mee gaat helpen. Dat is Romina. Hey, Romina. Hi. Er moest nog één dingetje aan toegevoegd worden, namelijk... De gezichtsbehandeling is natuurlijk ook belangrijk. Tranenvelletje. Je hebt alles meegenomen. En jij gaat ervoor zorgen dat het op de perfecte manier wordt aangebracht. Dat het helemaal goed gaat met haar en ze lekker kan ontspannen. Okay. Dat is het idee, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Als dat nu nog niet lukt... Als dat nu niet lukt... Ik heb hier verdomme vier vrouwen in mijn huis. Een jacuzzi in de tuin en een sauna voor de deur. Ik ga Nina even ophalen van kantoor, want ze is vandaag de hele dag aan het werk geweest. Breng ik het thuis en dan ziet ze de verrassing.
Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, stel dat ik nog opnam is tot 11 uur, maar ik heb eigenlijk niet op zin. Liefst ga ik met jou op een bank zitten met een wijntje en een serie kijken en slapen. Oei, dan heb ik een probleem denk ik. Helemaal niet. Ik zit daar in je gezicht. Oh, dan mag ik eens. Wat staat er nou weer voor ons huis? Wat is dit, Kelvin? Ik weet niet wat het is. Is dat letterlijk een sauna wat hier staat? Nou, kom lekker naar binnen. Welkom in Spa Calvina. Wat is dit? Ik ga even aan jou vragen of je dit setje aan wil doen en je bikini. Okay. En als je er klaar voor bent en een beetje van de schrik bent bekomen, dan mag je weer naar beneden. Oh god. Ga jij even lekker omkleden? Dankjewel. Draai eens om. Spa Calvina. Ja, ik weet dat je een zware week achter de rug hebt. Om even ultiem te kunnen ontspannen, presenteer ik jou. Spa Calvina. Hallo! Wat staat er allemaal op? Een manicure. Oh. Een pedicure. Oh. Een massage. Een masker. Sauna. Een jacuzzi. Met 30 graden. Ja, lekker toch? Ik wil eigenlijk wel beginnen met een massage. Want ik krijg een beetje stress voor jou. Ja, aangezien ik toch moet wachten, kan ik me beter even van de gelegenheid gebruik maken. Ze krijgen pedicure. Ik weet niet of ik dat ooit in mijn leven gehad heb. Ik voetbal veel, ik sport veel. Iedereen trapt op mijn voeten, op mijn tenen. Spijt me alvast. Ben je een beetje van de schrik gekomen? Ja, ik heb me bij neergelegd dat ik er ook even van moet genieten. Ja, je moet je er even bij neerleggen. Dames en heren, jullie weten hoe Nina in elkaar zit. Nina chillt graag en die chillt ook graag met vriendinnen. Dus ik heb Iris uitgenodigd. Hey. Yes. Toen je zei massage, pedicure, vrijdagavond, dacht ik gewoon let's go. Is het ook warm? Ja, het is heel heet. Check dit. Wil je nu samen een gezichtsmasker doen? Ja, laten we dat doen. Ja. Nou, we gaan lekker een maskertje bij je aanbrengen. Lekker. Lekker. De, let's go. Zwarte masker heeft houtskool, dus dat is lekker voor mee eten. En die andere is voor onzuiverheden. Oké, ik ga eerst het zwarte maskertje nu doen. Oeh, dat ruikt wel lekker. Lekker, hè? Ruikt lekker. Het geeft gelijk zo'n ontspannen gevoel. Lekker. 5 minuutjes laten intrekken. Jij bent echt zo aan het multitasken. Ook je voeten worden gewoon. Ja, het is niet normaal, Kel. Ik wist niet eens dat iemand dit tegelijkertijd kon. Cheers, student. Ja, tot zover is de geslaagde avond. Moet natuurlijk nog wel even gebabbeld worden, maar we hebben genoeg tijd. Hey, DeLorean. Hey. Alles goed? Ja, met jou. Jazeker. Weet je wel waar je bent beland? Spa Calvina. Dat dacht ik. Ja, Nina weet niet dat je komt, dus ik zou zeggen, kom lekker verrassen. Dat wist jij zeker ook weer. Nee, ik wist dit oprecht niet trouwens. Ik kan het wel vertellen. Surprise! Hallo schat! Dat is toch leuk? Do you want some wine? Yes! Nou, dit gewoon even zo op deze manier afhalen. Ik zie je gewoon genieten. Stralend huidje zo. Tadaa! Tadaa! Nou. Het gezichtje is... Clean. 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 Fresh. Nu ik. Nou, ik moet mezelf even aanschouwen. Oh ja, kijk, dit is wel wat je wil. Ik weet niet wat ik erger vind, de look of het haar. Fantastico. Ready. Oké, de sauna is natuurlijk top, alleen ik moet hem nog wel even aankrijgen. Dat wordt nog wel interessant. Kijk, hier moet je dus fikkie in maken en dan wordt het heet. En dan rammen er een paar van deze grote jongens op zo, Bob. Ja, nu is er een kwestie van wachten. Ik weet niet hoe lang. Dus ik doe gewoon die deur dicht en we zien. Er wordt nog steeds volop genoten hier ook. Tegelijkertijd heb ik ook toestemming gekregen om voetbal te kijken, dus dat scheelt dan weer. We zijn alleen nog niet in de sauna geweest, maar die is wel al bloedheet. En dan daarna nog even in de jacuzzi. Ah, en dan is het feest compleet. Maar deze dames zijn allemaal te druk met... Met dit soort dingen. Het is tijd voor de sauna, dames en heren. We hebben massages gehad, pedicure, manicure, de hele bende. En nu is het tijd... voor spontane zelfontbranding. Kijk, en nu wordt het leuk. Die hele lens die beslaat. Okay, je ziet geen snars, maar wij gaan even zweten. Zo, zweetjes hè. Alsof ik uit het zwembad kom nu hè. Gelukkig hebben we nu een tuinslang en een jacuzzi. Ik weet het wel.
En zo veranderde deze doodnormale vrijdagmiddag in een aangename verrassing. Iedereen gelukkig, de dames gelukkig, ik gelukkig. Ik vind het alleen wel kut dat ik morgen alles weer moet opruimen, maar dat zien we dan wel weer. Joe. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!